Maandoverzicht augustus. Zware regenval veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van Slovenië. 6 mensen, waaronder 2 Nederlanders, komen om. Het eiland Maui en het zuiden van Portugal worden geteisterd door hevige bosbranden. Het weer begint relatief koel, maar midden augustus loopt de temperatuur al snel weer op. Het wordt dan zomers warm. Dit gebeurde er in Almelo. Een gezamenlijk ontbijt in het huis van Katoen en Nu was de aftrap voor de zomerschool voor senioren. Een initiatief van de stichting COSBO. De zomerschool biedt senioren uit Almelo en omgeving in de zomer allerlei activiteiten aan. Mag ik u vragen waarom u aan het ontbijt meedoet? Nou, het is wel voor de contacten. Ik vind het heel leuk georganiseerd, dus ik ga er lekker even van genieten, want ik heb best wel trek ondertussen. Het team van Straatpraat vroeg de bezoekers van de donderdagse markt, zijn ouderen verplicht om een e-bike cursus te volgen? Dat is per persoon verschillend. Je hebt mensen van 80 jaar die wat hartstikke mobiel zijn. En je hebt ook van naar goed 60 die wat eigenlijk niet meer zijn. Dus het is heel persoonlijk. Maar iedereen die wat moeilijker reageert, moet de kinderen ervoor zorgen dat ze een cursus doen of zeggen van mag niet. Vrijwilligers en medewerkers van de club doen mee aan de Human Obstacle Run. Een tocht van 5 kilometer met rennen, zwemmen, klauteren en ploeteren. Team De Clublopers zamelt daarmee geld in voor een nieuwe projectiewand. Wij gaan meedoen aan de Human Run. Dat is zeg maar een soort tot je nek in de drek. Heel veel vies, heel veel water, heel veel modder en heel veel klimmen. En dat doen we natuurlijk niet voor ons lol, want daar heeft niemand zin in. Maar dat doen we om geld in te zamelen om deze ruimte op te gaan knappen. En wat gaat hier dan opgeknapt worden precies? Uiteindelijk moet hier het feesthoes gaan komen. Een plek waar iedereen, mensen met een beperking, ouderen, kennis gaat maken met de digitale wereld. De herdenkingsplechtigheid van de Almeloze militairen, die gesneuveld zijn in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, vindt plaats in het Hagenpark. We staan bij een monument waarbij de namen worden herdacht van militairen die het leven hebben gelaten tijdens de politionele acties, zoals ze worden genoemd. De decolonisatieoorlogen, zoals ze ook worden genoemd. En er zijn zelfs mensen die het hebben over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De betekenis van dit monument is veel breder, veel dieper en gaat over een veel groter tijdvak dan de namen van deze militairen die erop staan. Zij hebben het offer gebracht van hun leven in het uitvoeren, in het navolgen van de opdrachten die de Nederlandse regering hun gaf. Dus elk politiek oordeel over wat zij gedaan hebben mag niet ter discussie staan. De crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor René Remy is een onverwacht groot succes. Oudkeeper van Jong Heracles raakte volledig verlamd na een hersenbloeding. Familie en vrienden starten een actie om geld in te zamelen, zodat hij weer thuis kan komen wonen. Je bent een van de initiatiefnemers voor een crowdfundingsactie voor René Remy. Wat is er met René Remy aan de hand? René heeft op zaterdag 5 november een hersenbloeding opgelopen, waardoor hij nu het locked-in syndroom heeft, opgesloten in je eigen lichaam. En hij kan niet bewegen, hij kan ook niet praten. Nee, hij kan niet bewegen, hij kan niet praten. Moet ik zeggen, het bewegen gaat nu wel mondjesmaat vooruit. Dus hij kan zijn hoofd bewegen, zijn nek, zijn armen, zijn benen. Het is wel allemaal minimaal, maar als je kijkt waar hij in het begin was toen hij de hersenbloeding opliep. Ja, en dan waar hij nu staat, dan heeft hij wel echt goede stappen gemaakt. Hij maakt goede stappen vooruit, zei je? Ja, hij maakt goede stappen vooruit als je kijkt dan waar hij vandaan komt. Dan zien wij echt wel een mooie en goede ontwikkeling. Waar het uiteindelijk strandt, ja, dat kan niemand zeggen. Dus,
Maar zeg ik, als ik zie wat voor stappen hij nu gemaakt heeft, dan denk ik als we over een jaartje weer kijken, dat hij wel heel veel meer kan. Maar goed, ik ben geen arts, dus het is lastig in te schatten. Waarom hebben jullie de crowdfundingsactie opgestart? Ze wilden een aangepaste uitbouw, zodat René weer thuis kon wonen. En ja, ze hebben een subsidie gekregen en vanuit de verzekering, vanuit de gemeente ook wat geld gekregen. Maar dat dekt nog niet alle, kosten voor de aangepaste uitbouw, zodat René thuis kan wonen. Zadelpijn, kramp in de kuiten, verzuring in de armen. Na 4 dagen fietsen tijdens de Twentse fietsvierdaagse. Na afloop gingen de deelnemers met een mok met de skyline van Almelo naar huis. Mag ik u heel even vragen hoe het vandaag is gegaan? Nou, heel goed. Ja? Ja, mooie route. Dus, maar het zit er weer op. Hoe is het om mee te mogen doen? Ja, ik vind het heel leuk. En ja, vooral met de gezellige fietsers en ook de leuke organisatie. Ik heb mogen stempelen en de routes uit mogen delen. Het gratis Open Air Festival is een groot feest in de binnenstad van Almelo. Fabio Jacobsen heeft de 39e editie van de profronde Almelo gewonnen. In de sprint bleef hij Koen Bouwman voor. Tegen het eind van de wedstrijd werd het nog spannend voor Jacobsen. Hij raakte op achterstand door een uitglijder in een van de smalle bochten. 2, 1, 1, 1. Blijven staan. Zo, ja. Dan rijden ze. Fabio Jacobsen! Fabio Jacobsen, winnaar van de profronde. Almelo, de 39e, gefeliciteerd. Het begint weer te regenen en in het begin van de koers regende het ook. Is dat gevaarlijk? Ja, het was erg glad. Gelukkig zijn het maar kleine buitjes en hopelijk wordt het snel droog voor iedereen die kwam kijken en die hier nog op het feest is. We zijn er allemaal veilig doorgekomen en gelukkig was ik de snelste. Sportbedrijf Almelo, Avedam, Studio 15 en Kaliber Kunstenschool zorgen tijdens de zomervakantie voor diverse activiteiten voor kinderen. Wat was tot nu toe je beste onderdeel? Ik denk de stormbaan. En waarom? Want die andere, daar heb je geen punten bij die andere. Oké. Okay. Dat is ook wel leuk, de rode. Hoe wordt er op Festival Almelo gereageerd? Heel positief. Ik hoor van heel veel mensen en altijd goede verhalen van oh yes, mijn kinderen zijn altijd zo blij dat ze wat mogen doen in de vakantie. Het team van Straatparad vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: heeft u ook lak aan de verkeersregels? Ik ben al 43 jaar chauffeur, vrachtwagenchauffeur, maar een soort no-gaat op het moment, dat is asociaal. Dus jij zegt in feite, als mensen zich niet aan de regels kunnen houden, dan moeten de regels maar worden afgeschaft. Ja,